het start zijn voor de ontwatering en rehabilitatie van de wegen van Windhoek en Pontbuiten is gisteren gegeven te Windhoek op de hoek van de Tumuk-Humak en de Draaibatrasstraat. De feestelijke handelingen daartoe zijn gepleegd door president Chandrika Prasad Santokhi en OV-minister Riyad Noor Mohammed. Het project is voorbereid door de werkgroep Windhoek Pontbuiten. Het doel van het project is de ontwatering en herinrichting van de infrastructuur onder handen te nemen. Windhoek en omgeving en ook Pontbuiten zijn gebieden die ruim 40 jaar bij zware regenval te kampen hebben met extreme wateroverlast. Volgens Pratap Bisumbar, voorzitter van de werkgroep, zullen de gebieden in 3 fases worden aangepakt. We gaan het niet in een dag kunnen doen, we gaan het niet in een week kunnen doen. We gaan het wel in 3 maanden kunnen doen, fase 1. En daarna hebben we weer een 3 maanden nodig om in fase 2 een aantal werkzaamheden aan te pakken. En daarna hebben we nog een keertje 3 maanden nodig om in fase 3 de werkzaamheden aan te pakken en ervoor te zorgen wat voorgaande beleidsmakers in jaren niet hebben kunnen doen, dat wij ervoor zorgen dat de mensen van dit gebied, die bij elk groot regenseizoen onder water lopen. Volgens minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken is de begroting voor het oplossen van het wateroverlastprobleem 40 miljoen SRD. En dat moet verspreid worden over alle districten die dit probleem hebben. En u heeft het gehoord, meneer Pratap heeft het gezegd, het gaat step by step zijn. Omdat het gebied groot is en daarvoor gaan we geduld vragen. We beginnen vanaf hier en zo gaat het hele gebied op een gegeven moment een beurt krijgen. Dus meneer Pratap, werkgroep, ondersteuning van de DC, van de regering, de gemeenschap, Cedric, jullie allemaal wil ik feliciteren dat de stappen worden gezet. En u gaat het merken, eenvoudige stappen, u gaat het merken en wij zullen ook, tenminste ik als minister heb ook de verplichting om naar andere gebieden te kijken, waar we zullen proberen step by step dit te doen. President Chandrika Prasad Santokhi geeft aan dat het doel van al de verschillende presidentiële commissies is om verschillende organisaties en buurten te helpen bundelen om problemen zoals deze aan te pakken. Dus dat alle opvallen, dat ook dan. Maar ook aan, zorg dat het water hij haalt, of dat hij niet in de gotro, of de gotro hij haalt, of de kriek hij haalt, of hij onderhoudt daar. Dat is een wakaboel fasie. Dat is de eerste verantwoordelijkheid van de burger. Natuurlijk, onnulijk land die om zorgen dat de burger kies ondersteuning. Want dat met burgers zijn pijbelasting. Dat passie hij met je, dat gotro hij haalt op, dat kriek hij kring. Maar dat we doen samen. En we kunnen public-private samenwerken. Bij land hier aan de buurt, de private sector in Europa samen. Want gezamenlijk om los te probleem in dat konden is. En dat is misschien juist ook samenwerken aan de buurt, aan land en aan de private sector. Het staatshoofd onderstreept dat het niet alleen gaat om het rehabiliteren van de infrastructuur en het verhelpen van wateroverlast, maar dat het ook gaat om het leefbaar maken van de buurten voor de mensen.